Welkom terug. Dit is Dutch Dragon. We spelen nog altijd Europa Universalis 4. En dat doen we nog altijd met Hongarije. Dat met een behoorlijk slechte air zit. En ik vind dat we hem slaan. We gaan op zoek naar een nieuwe. En verder moeten we vooral zorgen dat de coalitie tegen ons een beetje stopt. Wow, we gaan 4-3-6. Oh, dat is de prins. De man van onze leidermaan. Desondanks zeker geen slechte figuur. My queen, the king of France, has laid an outrage claim to our throne. If our beloved ruler should die without an heir, they might form a personal union with us. We can avoid this by maintaining a higher prestige than theirs. Okay. Seal of Confession. Gain Diplopower. Op 25 spy points. Het is wel een goede om trouwens weer spy points tegen te maken. Moet even mee wachten. Doe maar een 10 diplomatie. Steeds in lening uitstaan. Bohemia Embrace Colonialism, dat hadden wij, dacht ik, al gedaan. Ja, precies. Toch? Ja. Oké. Okay. Bij mij als rival gezet. Lithuania claims Lublin. Dat is wel doen. En zoveel succes. Opstandjes. Ja. Krakow is bezig om in opstand te komen. Nou, mocht dat al lukken. Denk ik niet, want we kunnen het fort nog snel mooi even activeren. Hoppatee. Leger die kant op. Ik weet niet of ik dat allemaal pas, zo te zien wel. Merch. Ik weet niet hoeveel we hier kwijt kunnen. 26, oké. Okay. Die autonomie zou je echt moeten zakken. Volgens mij hebben we dan een perfect gebied. Ik wil die 15 states. Ja, die steeds is gewoon een beetje een probleem. States. There he is. Oh. Dus ja, die hebben we. Die twee zijn soort van vriendelijk en die twee hebben extra gepakt. Slovak en Hungarian, zeg ik dat goed? Ja, Slovak en Serbian. Oh ja, die twee hebben extra. Deze twee zijn op zich wel ook iets. Ja, hier staan allemaal kleintjes. En die zouden we erbij kunnen pakken, maar dat geldt ook voor Romanian. Polish, waarschijnlijk nog te klein, ja, is maar een klein stukje van de bevolking. Nee, oké. Okay. Prima. Noise Court. Oh ja, dat was ik aan het kijken. Regions. Hé, dan zitten weer forten. Oh, dat is het. Die eruit. Die, ja. Nee. Oh, dat is het. Je kunt tegenwoordig meerdere knopjes erop zetten. Zo gaan we doen. Juist. Even kijken. Dit is een regio. Die is groot. Die is vrij klein. Die ook. Weet je vaak wie ik het regioschap afneem? En waar ik het dan aangeef. Kijk, dit is allemaal. Kijk, dit is leuk om die te pakken. Dan is die regio compleet. Deze. Ja. Dit zijn in ieder geval nog twee. Dit zou ook een mooi stukje zijn. Dit zijn allemaal losse stukjes die in Bino regio te maken schiet niet echt op. Maar Krakau hoort bij. Kijk, dit wel. Dit zou eigenlijk een regio moeten zijn. Dus dan moet ik een andere hem afpakken. Dus ik hem jou bijvoorbeeld afpak. Ik weet niet of je erin bent. Denk het wel. Dit is een state.
is trouwens ook nog iets. Je kan natuurlijk ook bepaalde gebieden gewoon heel sterk in de manpower zetten. Zoals bijvoorbeeld deze. Dan moet ik zelfs dan wat barracks geven. Wat is dit? Barracks. Ja, hier zie je hier dus wel. Als ik dit nou gewoon zo'n militair bolwerkje maak. Barracks. Barracks. En barracks. Barracks. Yes. Nobility, nobility, nobility. Ja, die dan niet, nu even, maar... Edicts. Local manpower modifier. State cost gaat omhoog. De manpower, oh kijk. Dat is helemaal goed. Prosperity. Truce expire. Truce with Venice ended. Hey, dat is een leuke. Game 50, thank you. And enter the military coalition against me. Diplomacy. Build spy network. Die wil ik graag hebben. Unit suffered casualties. Want. Te groot. Zo. Demand support. Dat kan niet nodig. Libertas Ecclesia, oftewel vrije school. Plus you lose 15 loyalty. Gain 250 ducats. Even kijken, wat doet dit? We krijgen geld. De kerk wordt wat een beetje boos. Verliezen invloed. En steun. Ja, die hebben we toch zat. Gain loyalty, gain influence is geen optie, want dan wordt het te hoog. En die 5 prestige, 8. Zo, of 2, helemaal goed. Volgens mij kan die nu nog steeds doen, er is nog steeds niks aan de hand. Kijk, 100 admin, dat is nu niet heel belangrijk, maar... Ja, zie je, wordt net te groot. Royal Army. Blijf jij maar hier. Jij de Lord. Maar jij mag wel de general houden. Royal Army. Zo, yes. Repay loan. Yes. Internal conflicts bij de Mamluks. Alsof die het al niet zwaar genoeg hadden. Oké. Hier de mogelijkheid om een gebiedje te claimen. Hebben we al gedaan. Ja, zie je, dan moeten we dus dat crane pakken. Declare war. Nog steeds lastig. Frankrijk doet wel mee, overigens. Dat is dan wel een interessante. Geef de revive. Oh, de 6 revive. We kunnen Milaan aanpakken. Breaking truce. Ja, we hebben al wat truces lopen blijkbaar. Coalition. Het is echt ons even rustig houden, denk ik. Salzburg en Austria left the coalition. Dus als ik nu Austria de oorlog verklaar, dan ja, dan is dit het perfecte moment. Behalve dat hier nog een mogelijk opstandje zit. Neem ik dan maar even voor de lief. Waar zijn hier mijn mountain provinces? Die heb ik niet echt. Even kijken. Hier wil ik een fort. Daar wil ik het fort. En daar wil ik een fort actief hebben. Oké. Okay. 735 om 735. Quartermaster voor reinforcement speed. Dat is niet zo belangrijk. Het zou wel leuk zijn als ze een. Als we een prinsje of zo krijgen. Nou, 39. Het wordt een beetje oud, ben ik bang. Het kan wel eens een dingetje worden. Wien en Zagreb. Yes, tech omhoog. Kijk, op dit moment. We kunnen dan defensive troops. Army and the general army.
kosten. Wat is dit? Hey, military tech kost 10% naar beneden. Garrison. Ottomans have announced me as their new rival. Okay. Gain stability. Of gain prestige. Stability, zeker weten. Mag ik je keuze ook. Tech je omhoog. Dan gaat de corruptie, als het goed is, behoorlijk naar beneden. Juist. Oké. Zullen we hier nu die oorlog? Nee, hij zit al in oorlog. Ja, perfect. Call in France. Ja, doet hij niet voor geld, wel voor honor. Yes. Gewoon nu. Even een generaal erbij. Oeh, dat is een hele goede voor de sieging. Tak. 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 Goede controle trouwens. Zo ja. Wat is nou eigenlijk? Heb je nog Crane gepakt als oorlog? Nee, current term. Nou ja, goed. Dat maakt op zich ook niet uit. That's a win. Another win. Gain speed een beetje naar beneden. Kijk, oké. Oh, dit is al te groot. Laat maar even gaan dan. Komt wel aan. Dit gaat lukken, we gaan het proberen. De twee zit bij ons, maar met verse krachten. Dat kan net niet, denk net niet. Nee, helaas. Jammer. Frankrijk komt gelukkig wel te hulp, maar dat zal een beetje aan de laatste kans zijn. Nee, opstand. Waar komt dat dan ineens vandaan? Oh, daar zo. Oh, dat zit zich niet in de weg. Execute the bailiff. Huppatee. Tek je omhoog. Huppatee, daar gaan we weer. En terug. Hoewel, niet te gretig. Laat me even staan. Hey, we can make a state. Dat is mooi. Dat had ik nodig. Deze dan. En waar maken we er dan nog een van? Dit is er alleen. Die twee kan. Daar moet nog heel veel bij. Die. Is er ook alleen. Denk ik. Nou, we gaan het zien. Nou, die neemt hij allemaal terug. Allemaal prima. Ik laat dit heel even aan de Fransen over. Deze even terugpakken. Dat is de timer. Ik denk dat we gaan afronden. Niet voordat we even hebben gekeken of we deze veldslagjes winnen. Dat doen we. Dat is heel moeilijk natuurlijk. Alright. Tak, tak. Oké. En oké. Ziet er goed uit. De eerste peace claim is al hier van Lorraine. Diplomacy, sue for peace. Cash. Coming part of France. Daar ben ik het niet mee eens. Oftewel, humiliate war reparations. Zo. Send demand. 13 prestige voor mij.
Wat mij betreft een mooie afronding van deze aflevering. De oorlog is dus begonnen. Een oorlog die we waarschijnlijk ook wel winnen. Heeft wel weer soldaten gekost. Maar goed, we zijn in ieder geval bezig om aan onze objective te wensen. Namelijk het uitschakelen van Oostenrijk. Hopelijk gaat het goed. Het enige probleem is eigenlijk dit moment dat we nog steeds geen air hebben. Maar goed, dat zien we dan wel. Voor nu, bedankt voor het kijken. Heel graag tot de volgende keer.